Hi guys, happy Saturday. Ga je iets opstaan? Guys, ik ben klaar. Nu laten we gaan eten. Oh, ik dat kunnen dragen met één hand. I don't know. Oeh, yes, we did it. We eten vandaag smeerkaas, guys. Mijn mist hem er al weg. Hey guys, happy Saturday. Het is 12 uur of iets na 12 en ik ga gewoon mijn overgordijnen gaan halen. Want mijn vader komt die morgen ophangen. Dus ik ga gewoon mijn gordijnen gaan. En by the way, er is een nieuwe Zara geopend in het koopcentrum, dus misschien dat ik er ook langs ga gaan. Ik ga zien. Maar ik denk niet dat het al druk gaat zijn, het is nog maar 12 uur. Normaal denk ik dat pas tegen 2 uur of zo dat dat druk gaat worden in het koopcentrum, dus ik hoop dat het nog mee gaat vallen. Oké okay guys, dat was super awkward. Maar ik heb een tram gekeerd aan blijkbaar. What the hell. Maar ik was de vorige keer niet echt uitgevlogen, maar ik vond dat kei stom. Dat ik die rails al. Ja, ik weet niet. Dat was een misverstandje de vorige keer. En dat is wel awkward als je echt pist bent geweest. Dus. Oh, dat is zo awkward dat ik bijna naar huis was gereden. Maar ik dacht, nee, wat voert. Ik ben zo dicht bij het koopcentrum. Ik ga gewoon de Zara eens gaan kijken. Ik heb nog altijd een cadeaubon van 90 euro. Dus misschien moet ik hem eens gebruiken. Maar, ik weet het niet. Ik zou een muts en sjaal willen. En handschoenen. Muts en sjaal, handschoenen. En nieuwe schoenen willen. Maar ik ga even gewoon kijken in de Zara. Even wat stappen. Hey guys, ik was jullie voorkeur laten. Vergeet te laten zien. Ik had in de GB ook een nieuwe tabellen gekocht. Het leuke van deze is dat die fluorescerend is, dat die licht geeft in het donker. Dus ik was super tof. We zijn er, guys. Ja, dat is super mooi. Dat is een leuke muts. 7 euro. Wat de hel. Toch niet. Ik heb mijn overgebenen. Oeh, dat is dus geplakt. Maar nu er is bruin uit, dan dacht ik zich grijs waren. Van hier ziet het er wel goed uit. Maar dat het meer grijs waren dan bruin. Het ziet er meer bruin uit dan grijs, dus ik weet niet. Misschien als ze uithangen, dat ze wel mooi gaan lopen. Ik hoop dat het goed komt. Oei, excuseer guys. Goedemorgen guys. Happy. Welke dag zijn we vandaag? Alleen vertrek me dan. Happy. Oh, ik probeer mijn nagels te krijgen, want ik heb een of ander raar gewoonte. Ik kan daar gewoon niet tegen als mijn haar achteruit bonkt, als mijn hoofd achteruit bonkt en dat dat tegen die hoofdsteun komt. Keer raar, maar is zo. Ik wil je een update geven. Want ik heb een paar dagen niet gefilmd. Perfect tegen. Schatje, het licht brandt. En vandaag is 1 november, dus. Dus ik denk niet dat er veel verkeer gaat zijn vandaag.
zien dat ik niet tegen de paal rijd. Goed bezig. Wacht, mijn licht er aansteken misschien. Mij kunnen zien. Zal ik mijn licht aansteken? Er is toch geen verkeer vandaag. Ik ga waarschijnlijk zo eenzaam en alleen op de weg zitten. Oeh, het is een beetje mistig. Ik ga even mijn mistlichten aansteken. Waar staan die nou weer al zo? Het is happy. Welke dag is vandaag? Het is 1 november, hè? Happy. Maandag, oh my god. Happy Monday. Het is 1 november vandaag en ik heb gedaan mijn werken en ik ga naar huis rijden. Goh ja, ik heb de laatste tijd niet veel video's opgenomen, gewoon. Ik was alles weer in vraag aan stellen van ja, je bent al zo oud, is dat weer de moeite? Maar dacht dus ik zo mijn abonnees omhoog gaan, dan ben ik van oh, wat is er aan de hand? Zoveel abonnees in één keer. Dus. Alvast bedankt om jullie te abonneren. Ja. Ik ga een inhaalbeweging moeten doen. Ik heb binnenkort 7 dagen vrij. En ik ga serieus inhaalbeweging doen. En ik ga nu gewoon de video's die ik heb gewoon posten. Hetgeen dat ik gefilmd heb posten. En probeer er leuke video's van te maken. En ik dacht ook wel dat ik dat leuk vond, zo'n paar dagen in één. Dus. Ik moet vanavond naar een vrijdagfeestje van mijn neefje. Maar daarvoor ben ik vrij, dus ik kan wel een zekere vaste video opnemen en jullie laten zien. Dus dat ga ik zeker doen. Dat jullie zijn, maar ik ben dan zo een beetje een binnenvetter. En als ik een probleem heb, moet ik dat oplossen voor ik normaal terug kan functioneren. Ik weet niet wat dat komt. Ik weet niet of er nog andere mensen zijn zoals mij, maar eer ik een oplossing heb gevonden voor dat probleem, bestaat er niets anders dan ik moet dat probleem oplossen, want ik kan dat echt niet opzij zetten. Goed, als ik weet van wat ik ga doen, wat het probleem is, het is zo moeilijk om op te lossen, dat ik tegen mij heb gezegd van fuck you, vergeet het gewoon. Het is zoals het is en niet anders. Dus we gaan er weer gewoon voor. En we zien wel achteraf. Oh, en ik ga misschien eindelijk gordijnen hebben. Deze zaterdag. Oh, duim en kruis staan dat ik gordijnen heb deze zaterdag. Oh, duim en kruis. 2 duim en kruis staan. Ik hoop echt dat ik tegen die tijd gordijnen heb. Oeh, dat is wel wat verkeer. Ik had toch zo'n beetje meer licht uit, denk ik. Ik denk niet dat het echt stoort. Omdat het redelijk licht is buiten zichzelf al. Maar ja. Ik zie jullie thuis, guys. Tot later.